Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl, waar we ook vandaag wederom gaan kijken naar een aandeel wat ik interessant vind, misschien wel interessant genoeg vind om mogelijk in de toekomst dus aan mijn portfolio toe te voegen. Ik heb op dit moment nog geen positie in dit aandeel. Ik neem je wel mee in waar ik naar ga kijken, wat ik meeneem, waar ik op ga letten om te zien of ik een aandeel interessant genoeg vind om eventueel te gaan kopen. Maar zoals altijd, zorg ook dat je zelf goed je onderzoek doet. Ga kijken wat jij van dit aandeel vindt, of het bij jouw strategie past. Maar dat gezegd hebbende, laten we gaan kijken naar het aandeel van deze maand. En het interessante aandeel dat ik nu wil gaan bespreken is Alibaba met tickersymbool BABA. En Alibaba is zeg maar de Chinese variant van Amazon. Amazon heb ik trouwens vorige maand als interessant aandeel besproken. Sinds dat die video uitkwam is het aandeel geloof ik 10% meer waard geworden. Dus dat zou leuk zijn geweest mocht je het toen gekocht hebben. Maar in plaats van dat we nu gaan kijken naar de kwartaalcijfers of het kwartaalrapport vanuit Alibaba zelf, ga ik juist kijken naar hyperchars. Dat we zo veel focus kunnen leggen op de cijfers en niet zozeer een presentatie vanuit het bedrijf zullen gaan kijken, maar gewoon echt kunnen zien hoe het bedrijf de laatste jaren heeft gepresteerd. En zoals we hier rechtsboven kunnen zien is op dit moment een aandeel $217, $218 en heeft het bijna $600 miljard als market cap. De laatste 12 maanden hadden ze een omzet van $107 miljard. En de revenue multiple, oftewel de omzet, het wordt eigenlijk gewaardeerd op 5,5 keer de omzet. Ook een heel mooi percentage. De omzet is het afgelopen jaar met 77% gegroeid. Heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis. Maar gaan we dan kijken naar wat statistieken, maar wat grafieken. Dan zien we ten eerste het aantal gebruikers op het platform van Alibaba. Nou, dat zien we elk kwartaal toenemen. Zowel het aantal totale gebruikers, maar ook het percentage of het aantal mobiele gebruikers neemt toe. Erg mooi om te zien dat ondanks dat ze al best wel groot zijn en dus 1 miljard mensen mobiel hebben, die monthly active users, MAU, dat ze nog steeds, ondanks die grote getallen, nog steeds weten te groeien ieder kwartaal. Gaan we dan verder kijken naar waar de omzet vandaan komt. Hier zien we de verschillende segmenten. Je hebt hier de core commerce, oftewel de echte de verkoop via hun eigen platform zoals Alibaba of AliExpress bijvoorbeeld. Ook zij hebben net zoals Amazon Cloud Computing, ook dat zien we hier in het rood, langzaamaan wel een beetje toenemen. We hebben ook Digital Media en Entertainment. Dat is het gele gedeelte. Lijkt een beetje kleiner, maar ik ben bang Ik denk als we uit gaan zoomen dat we daar ook wel best wel een behoorlijke groei in zien. En dan hebben we het eigenlijk ook al over dit kleine gedeelte toch over 1,2 miljard. En vervolgens ook Other, dat is het groene. Maar ook hier zien we eigenlijk over de lange lijn wel telkens een groei. We zien telkens in het derde kwartaal van ieder jaar een piek. Dat is zeg maar het vierde kwartaal van het gewone kalenderjaar. Maar AliExpress of Alibaba heeft een ander boekjaar, dus dat loopt iets anders. Maar dit zijn zeg maar degene waar het kwartaal waar de feestdagen zitten. Daar zien we telkens een piek. We zien dan naderhand telkens een daling. Gevolgd door zeg maar twee kwartalen die gewoon best wel goed zijn en die ongeveer een beetje overeenkomen met de piek. En vervolgens komt dan het vierde kwartaal weer, of het derde kwartaal van AliExpress of Alibaba. En daar piekt het weer omhoog, zien we weer een daling en zo gaat het weer een beetje. Dus we zien hier eigenlijk ook wel een beetje een patroon in. Hier stijgt hij weer, hij daalt en we kunnen misschien wel verwachten dat we een beetje twee kwartalen krijgen die net zo onder deze piek zitten. En zo zien we dus telkens ieder kwartaal, of zeker ieder jaar, best wel een flinke groei. Gaan we verder kijken hoe het zit met de omzet en ook zeker de winst. Nou, de omzet zien we hier best wel hard toenemen. Zeker zoals gezegd weer het vierde kwartaal telkens te pieken. De winstgevendheid zien we best wel ook toenemen. Dat zijn de rode dingen. Behalve hier, maar hier hadden ze te maken met een boete die ze hebben gekregen. Ja, dat verklaart waarom ze hier in één keer in de min gaat. Anders hadden we hier natuurlijk ook alweer een plusje gezien. En als we verder gaan kijken, dan zien we eigenlijk hoe die net inkomen, hoe die netto winst eruit ziet. Ziet er eigenlijk telkens heel goed uit. Het vierde kwartaal is dan vaak het minste. Vaak, niet altijd, maar vaak wel. En zoals gezegd, het derde kwartaal in hun boekjaar is telkens het beste, waar ze de laatste keer dus meer dan $12 miljard winst hebben gemaakt. Hoe zit het dan met de marges? Nou, die zijn op zich best goed, al zit er wel een beetje een dalende lijn in. De gross margin, de bruto marge, die neemt langzaam een beetje af, maar ligt wel lange tijd tussen de 40% en 50% al. En natuurlijk hier kijken we naar operating margin of profit margin, de winstmarge. Die gaat nu negatief, maar dat heeft zoals gezegd te maken met een boete die ze laatste kwartaal gehad hebben. Dus dat gaat zeker ten koste van je marges.
Kijken we nog even naar de kosten die ze maken. We zien vooral veel toename. Toename in SG&A. Eigenlijk splitsen ze het hier op. Maar dat zijn zeg maar de verkoopkosten. Die zijn in het geel. Maar denk ook bijvoorbeeld aan personeelskosten. En dat soort dingen in het groen. Dus er wordt wel volop geïnvesteerd. Mogelijk dus ook dat er ja, veel nieuwe dingen aankomen. Of in ieder geval het platform beter wordt. En hopelijk dus ook de omzet in de toekomst gaat toenemen. En kijken we tenslotte naar de groei. Ten eerste de omzetgroei. Die is in het blauw. Zoals gezegd, die steeg het afgelopen jaar met 77%. Gewoon heel erg goed. Helaas gaat ook eigenlijk de kosten die stegen harder. Zijn meer dan verdubbeld, 117% hoger. Dat zien we liever andersom. Maar ja, wie weet hoe dat in de toekomst gaat. En dan komen we aan bij de laatste grafiek. En dat is de cash. Hoeveel geld zit er in het bedrijf? Nou, iets minder natuurlijk, omdat ze hier een boete hebben betaald. Maar we zien wel dat het eigenlijk zo ja, net onder de 50 miljard zit. 49 miljard dollar hebben ze nog cash in het bedrijf. Wil dus gewoon zeggen dat ze genoeg geld hebben om misschien een overname te doen. Zoals we zien, uitbreidingen te doen of in ieder geval te investeren in uitbreidingen voor de toekomst. Ziet er heel goed uit. Een bedrijf dat heel veel geld heeft, dat eventueel ook schulden kan aflossen. Maar zeker ook genoeg geld heeft dus om te investeren in de toekomst. En klinkt dit nou interessant en wil je misschien wel beginnen met beleggen of wil je aandelen kopen? Kijk dan ook zeker naar de Giro. Dat is de broker waar ik bijna al mijn aandelen koop. Zeker in ieder geval degene voor de lange termijn. En wil je nou gratis een account openen? Kijk dan voor een link onder deze video. Daar vind je trouwens ook een link naar eToro. Dat vind ik vooral interessant voor als je wat meer gaat handelen, wat meer op de korte termijn bezig bent. Dan dat heeft alles te maken met een kostenstructuur. En ook voor eToro vind je natuurlijk een link onder deze video om ook daar gratis een account te openen. Maar laten wij dan gaan kijken naar de fundamentele analyse. Waarbij we dus gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf en deze ook gaan vergelijken met twee concurrenten van Alibaba. En de concurrenten die ik hiervoor heb gekozen, we hebben natuurlijk Alibaba, waar we vandaag naar gaan kijken. We hebben de Chinese concurrent JD.com en de Amerikaanse concurrent Amazon natuurlijk. Nou, de huidige koers, zoals gezegd, ligt net onder de $218. Bij JD een stuk goedkoper. En Amazon is een stuk duurder met $3500 per aandeel. Al zegt natuurlijk de prijs van een aandeel niks over de waarde van het bedrijf. Want kijken we naar de waarde, de beurswaarde, dan is Amazon 1770 miljard waard. En Alibaba is 600 miljard. Een paar dingen die ik wil uitlichten. Ten eerste de korting op de 52 week high, oftewel het hoogste punt wat ze hebben aangetikt. Dat was $319. En nu dus 217, oftewel 30% lager dan het hoogtepunt. Terwijl we bij Amazon wel zien dat die bijna een beetje tegen de all-time high aan zit. Die was 35,54 en nu zitten we $3510. Dus hier zien we wel dat Amazon telkens een beetje ja, die grens van 3500, 3550 opzoekt. Gaan we vervolgens dan naar beneden en gaan we kijken ten eerste naar de marges. Die zagen we zojuist al van Alibaba op zich. Maar het is ook zeker interessant om deze te vergelijken met concurrenten. Nou, de bruto marge 41%, een stuk beter dan JD, maar ook beter dan Amazon. De winstmarge, die willen we graag zien dat die boven de 10% zit. Nou, Alibaba zit op 21%, dat is heel goed. Amazon zit op 6%, is een stuk minder, lager dan we zouden willen zien. Maar we weten ook dat Amazon vooral nog steeds investeert in de toekomst. Dat hebben we ook vorige maand gezien in die video. Gaan we dan verder naar beneden, dan komen we bij de winstgevendheid uit. Nou, de winst per aandeel is €8, maar dat is op zich ja, relatief aan de aandelenkoers. Amazon heeft veel meer, maar het aandeel is ook stukken duurder. Dus laten wij vooral gaan kijken naar de PE ratio, oftewel de price to earnings. Hier zullen we eigenlijk een beetje 20 tot 25 aan willen houden. Dat geeft een beetje een eerlijke waardering aan op de lange termijn. Nou, we zitten bij Alibaba voor de trailing 12 months, oftewel de laatste 12 maanden, op een PE ratio van 25,6. JD is een stuk ja, beter gewaardeerd, zou je kunnen zeggen. Maar Amazon is dan juist op PE ratio juist weer ja, hoog gewaardeerd. Je betaalt 65 keer de winst van het bedrijf. Best wel hoog, maar dat geeft eigenlijk ook aan wat beleggers verwachten van het bedrijf. Maar zeker als we gaan kijken naar de marges en de groei, is bij Alibaba gewoon heel erg goed in de toekomst. En ook wel best netjes gewaardeerd, of eerlijk gewaardeerd zou je kunnen zeggen. En kijken we naar de return on assets, oftewel de bezittingen die ze hebben. Hoeveel geld levert dat op? We willen zien plus 5% of 5% of meer. Dat is 9% en ligt gewoon in lijn met de 8% die Amazon bijvoorbeeld ook heeft. Gaan we kijken naar de jaarcijfers. Het is wel even belangrijk om op te merken, dit is een groter getal dan dit. Maar bij Amazon hebben we het over dollars, terwijl het bij Alibaba
over Chinese yen gaat, geloof ik. En zoals we straks hebben gezien, Alibaba had zo'n 107 miljard omzet. Dus laten we even zeggen, gedeeld door 7, stukken kleiner dus dan Amazon met bijna 400 miljard. Maar kijken we naar de winst die ze maken, dan hebben ze 21% winstmarge, terwijl Amazon dus op 6% zit. En hoe zit het dan in het laatste kwartaal? Nou, we zien een afname van 15%, maar zoals gezegd, het heeft natuurlijk vooral te maken met de feestdagen. Die vallen in het vierde kwartaal of het derde kwartaal in het boekjaar van Alibaba. En dat zien we eigenlijk ook bij de rest gewoon gebeuren. Dit is niet het beste kwartaal, het laatste kwartaal, maar het geeft wel een beetje aan hoe het gaat met het bedrijf. En we zien wel dat ze hier helaas dan negatief uitkomen. Zal ook zeker te maken hebben met de boete die ze hebben betaald, terwijl Amazon daar nog steeds 7% winst maakt. Kijken we dan naar de liquiditeitsratio's, oftewel hoe gaat het een beetje tussen bezittingen die ze hebben en schulden die ze hebben. Nou, de current ratio en quick ratio, dat geeft eigenlijk aan hoe snel je van schulden af kunt komen. Heb je genoeg geld om schulden af te lossen? Alles boven de 1 is goed. Hier zitten we 1,3 of zelfs 1,7. Stukken beter wederom dan Amazon, maar ook Amazon heeft genoeg geld om wel schulden af te lossen. En gaan we even kijken naar hoe het zit met die schulden. Zoals gezegd, Amazon heeft 219 miljard. Zij hebben er 600 miljard, maar dat zijn in yen, dus delen we dat. Komen volgens mij een beetje uit op 90 miljard. Maar de bezittingen zijn vele malen groter, dat zien we hier ook. De bezittingen gedeeld door de verplichtingen die ze hebben, is alles boven de 1, is dus positief. Nou, Amazon doet het al heel erg goed met 1,5. JD doet het nog een stukje beter met 2. Maar Alibaba heeft bijna 3 keer zoveel bezittingen als dat ze verplichtingen hebben. Heel erg positief dus. En scrollen we vervolgens verder naar beneden, dan zien we nog de cashflow, het dividend. Maar dat hebben ze niet. Het zijn eigenlijk allemaal nog steeds groeibedrijven, betalen geen dividend uit. Dat geld gebruiken ze liever om verder door te groeien. En kijken we tenslotte dan naar de aandelenscore. Nou, dan krijgt Alibaba een 4, oftewel een buy advies, terwijl JD en Amazon beide een 5 krijgen, oftewel een strong buy advies. En hier zie je eigenlijk een beetje hoe het is uitgesplitst op bepaalde gebieden van de waardering. Laten we tot nog even kijken naar de koersinformatie. Zoals gezegd, de huidige koers zien we in deze rij staan met de gemiddeldes. Dus we zien wel dat we nog een beetje boven het gemiddelde zitten. Maar vooral belangrijk of interessant moet ik zeggen, is de gemiddelde koerswaardering. Nou, die ligt op $295 voor Alibaba, oftewel zo'n 35-36% boven de huidige koers. En kijken bij Amazon, daar ligt de gemiddelde koersverwachting op $4241, oftewel zo'n 20-21% boven de huidige koers. En laten we dan even nog verder gaan kijken naar koersverwachtingen en ook een waardering voor het aandeel. Want we zagen net al dat analisten dus verwachten dat er zo'n 35% upside is. Maar laten we ook even gaan kijken bij ten eerste Tipranks. Daar zien we 26 analisten, waarvan 25 zeggen dat het een koop is met een upside van 38%. We zien dat de laagste verwachting $270 is en het gemiddelde net boven de $300 per aandeel ligt. Kijken we naar Seeking Alpha, dan zien we hier 49 analisten, waarvan er 36 zeer positief zijn. En hier ligt het gemiddelde koersdoel op $292, oftewel 34% hoger dan de huidige koers. Maar dat zijn verwachtingen. Laten we ook even gaan kijken naar een waardering op basis van de discounted cashflow. Nou, we zien hier eigenlijk wat analisten verwachten, een groeiverwachting van 30% voor het komende jaar. En de jaren daarna zo'n beetje 20% per jaar. De EBITDA groeit gedurende de komende 5 jaar naar 28%. Oftewel de winstgevendheid zal gaan toenemen, is de verwachting in ieder geval in deze berekening. En dan zou je uitkomen op een fair value, een eerlijke waarde van $286 op basis dus van een EBITDA multiple. Nou, baseer je dat eigenlijk op een revenue multiple, oftewel ga je kijken naar de omzet om tot een waardering te komen. Dan zien we dat het koersdoel of de berekening eigenlijk aangeeft dat we een beetje moeten uitgaan van $300 per aandeel. En we zien dus aan de verwachtingen en aan de berekening, de waardering, dat we een beetje moeten rekening houden of uitkomen uiteindelijk op $285 tot $300 per aandeel. En dat er dus nog genoeg upside is als je nu hier een positie in zou nemen. Maar dan gaat natuurlijk de vraag komen van waarom is het aandeel dan zo goedkoop als de waarderingen een stuk hoger zijn, als de waarderingen, de berekeningen, de verwachtingen gewoon hoger liggen. Dan moet er wel iets aan de hand zijn met het aandeel, want anders zou het aandeel op dit moment vaak al iets hoger gewaardeerd zijn. Want we zagen straks al dat de PE ratio van Alibaba rond de 25 lag,
terwijl het voor Amazon op de 60, 66 lag. Nou zou je in principe een lager PE-ratio willen, want dat is een betere waardering. Maar tegelijkertijd geeft het wel aan, als het hoger is, dat beleggers bereid zijn meer te betalen voor de winst. Nou, dat geeft eigenlijk aan dat ze betere verwachtingen hebben voor de toekomst van het bedrijf. Nou, die zijn dus minder bij Alibaba, terwijl sommige percentages zoals winstgevendheid juist hoger waren. En dat is dus eigenlijk een beetje tegenstrijdig. En dan ga je dus denken van, er moet wel iets aan de hand zijn. Is er iets aan de hand? Ja, dat kun je wel zeggen. Er zijn zeker een paar punten die belangrijk zijn. En het zijn dus niet alleen maar leuke, positieve dingen aan het aandeel, zoals we eigenlijk hebben kunnen zien in de cijfers. Maar er zijn ook een beetje negatieve of minpunten die spelen bij dit aandeel. Ten eerste is dat de delisting, of het gevaar op een delisting. Alibaba is ook in Amerika aan de Amerikaanse beurs genoteerd. En er is nog steeds een strijd gaande, machtsstrijd eigenlijk, tussen Verenigde Staten aan de ene kant en China aan de andere kant. En een van de maatregelen die Trump heeft genomen, en die misschien ook Biden nog wel gaat nemen, is om juist Chinese aandelen die genoteerd staan in Amerika en Amerikaanse beurzen mogelijk van de beurs af te halen op die Amerikaanse beurzen. Dat betekent dat het aandeel minder bereikbaar is voor heel veel beleggers. Dat betekent weer dat het minder interessant is, of ja, het wordt moeilijker. Dus de waardering is anders, omdat mensen het niet zo snel kunnen kopen. En dat zie je dus terug in de waardering. Daardoor is het aandeel ook gewoon lager geprijsd, omdat ze al rekening houden met de mogelijkheid dat het in de toekomst niet langer aan deze Amerikaanse beurzen genoteerd staat. Maar we kijken natuurlijk ook naar concurrentie, want ook dat zou een minpunt kunnen zijn. We hebben ten eerste natuurlijk te maken met Amazon of andere Amerikaanse concurrenten, maar ook steeds meer in China zelf komen concurrenten, zoals bijvoorbeeld JD, Pinduoduo. Dus waar vroeger Alibaba of AliExpress gewoon de grote namen waren en het merendeel van de markt hadden, is dat nu iets anders. De markt, ook in het binnenland gewoon van China, is nog groot genoeg. Alleen Alibaba zal niet zo lang dominant zijn als dat ze vroeger ook waren. En een derde minpunt, een best wel groot minpunt zou het kunnen zijn, is de Chinese overheid zelf. Want waar je eerst zag dat de overheid juist deze bedrijven heeft geholpen om groot te worden, juist om, zeg maar, groot te worden ook ten koste van Amerikaanse concurrenten. Bijvoorbeeld heel veel Amerikaanse bedrijven werden tegengehouden om in China bijvoorbeeld hun platform uit te rollen of zo. Juist om de bedrijven uit het eigen land de gelegenheid te bieden om te groeien, om echte concurrenten te worden van die bedrijven. Nou, inmiddels zijn alle bedrijven in principe groot genoeg en heeft China een beetje ook in de gaten van, deze bedrijven, ook Alibaba, is eigenlijk zo groot geworden dat het tegelijkertijd weer een gevaar voor ons vormt. Ze hebben best wel veel macht. En zeker als we gaan kijken naar Jack Ma, de oprichter van Alibaba. Hij had het idee om Ant Financials naar de beurs te brengen. Dat zou de financiële sector van China op zijn kop zetten. Maar dat zag de Chinese overheid niet zitten. En waar Amerika ook moeite heeft met deze grote Amerikaanse bedrijven, maar zij hebben ook moeite om daar tegenop te treden, is dat in China iets anders. We hebben daar niet zoveel te maken met een democratie. Dus daar kan een overheid veel makkelijker ingrijpen. En dat heeft dus eigenlijk ook gedaan. Dat is ook de reden dat Jack Ma bijvoorbeeld, dat we die een tijdje niet hebben gezien, dat die beursgang van Ant Financials niet is doorgegaan. En dat heeft gewoon impact op deze bedrijven. Want ook beleggers zien dat gebeuren. Die zijn bang niet alleen dat een overheid in kan grijpen, maar ook dat een overheid daadwerkelijk ingrijpt. En ook dat heeft wederom dus impact op de toekomst van het bedrijf. En daardoor dus ook zeker de koers van een aandeel. En zoals gezegd, Alibaba heeft dus zojuist al een boete gehad het afgelopen kwartaal. Die was $3 miljard. Niet zo heel hoog tenminste. Het is heel veel geld, maar het had ook vele malen hoger kunnen zijn. Het is vooral ook een waarschuwing aan dit bedrijf, aan andere Chinese bedrijven. Van let op, de overheid kan ook daadwerkelijk ingrijpen. En we kunnen ook nog veel harder ingrijpen. Dus dit hebben we achter de rug voor het aandeel van Alibaba. Maar het is wel zeker iets om rekening mee te houden. Zeker als je gaat beleggen in andere Chinese aandelen. Dat, zoals gezegd, de overheid, het is niet alleen zo dat ze zouden willen ingrijpen. De Chinese overheid heeft ook gewoon de macht om in te grijpen, daadwerkelijk in te grijpen. En dat doen ze nu ook al gewoon. Dus zo zie je maar, het is niet alleen maar upside en positieve verhalen zoals we in het eerste gedeelte van deze video zagen. De cijfers zien er gewoon heel erg goed uit. Het is een heel interessant aandeel op basis van winst, omzet, groei in de toekomst. Aan de andere kant zijn ook zeker muntpunten die ooit aan concurrenten liggen, ooit aan Amerika, maar ook zeker aan de Chinese overheid zelf. Dus het is een beetje een afweging maken van hoe schat jij de risico's in en hoeveel risico ben je bereid om te nemen. Dat is ook zeker
bij dit aandeel, maar eigenlijk bij alle aandelen, maar ook zeker bij Chinese aandelen van toepassing. Maar laat ook vooral weten in de reacties onder deze video, hoe kijk je aan tegen Alibaba of andere Chinese aandelen? Ik ben daar best wel benieuwd naar. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Doe dat dan onder deze video op de abonneerknop te klikken. Zo mis je nooit meer een video in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.